Goedemorgen, meneer. God praat Nederlands. U kunt niet goed Nederlands praten? Nee, ja. Nou, ik eigenlijk ook niet zo. Maar kunt u wel verstaan wat ik zeg? Ongeveer. Ongeveer. Nou, gaan we het gewoon proberen. En anders, spreekt u Engels of Duits? Ja. Of... Nou, welke taal spreekt u nou het beste? Beste? Ja. Mijn taal. En welke taal is dat? Taal. Welke taal is net, dat? Ik kan net verstaan. En welke taal is dat? Somalische taal. Somalische taal? Ja, ik spreek geen woord Somalisch. Maar jammer. Hoe heet u? Maar je vraagt mij over welke taal ik wil praten. Zo, dat is mijn taal. Hoe heet u? Goed. En wat is uw naam? Ahmed. Ahmed. Zou jij mij iets kunnen leren in het Somalisch? Wel, wanneer? Nu? Nu? Bijvoorbeeld, ik vraag aan u, hoe gaat het met u? Skoran. Skoran. En als u mij nou die vraag stelt in het Somalisch, hoe klinkt dat dan? Skoran, dat betekent dat, hoe gaat het met jou? Oh, dat goed, ja. Zo en als goed. Ik wil zeggen goed, hoe klinkt dat in het Somalisch? Nabat. Nabat. Ja. Oké, nou het gaat naar bad met mij. Ja. U zit in de trein van Harlingen naar Leeuwarden. Wat gaat u doen vandaag? Vandaag eigenlijk, ik ga naar moskee voor bidden. Het is een vrijdag vandaag. Ja. We gaan naar moskee. Oké. Okay. En heeft dat, is het een mutsje of een hoedje, hoe moet ik dat noemen, wat u op uw hoofd hebt? Want dat zijn we in Nederland, zijn we dat niet gewend. Het is een ogen van eigen cultuur, dat is weer... Ja. En heeft dat een bepaalde betekenis of is dat gewoon omdat het lekker zit en dat je geen koude kop krijgt? Nee, dat betekent dat is altijd de vrouwen maken het in hand. Ja. En geef een cadeautje voor haar man. Omdat het moet bij kleding. Kijk, je moet, hoe gaat het nou zitten met die? Ja, u ziet er hartstikke goed uit. Oh, dank je. En dat heeft u aan uw vrouw te danken? Oké. Okay. U bent getrouwd dus? Ik ben getrouwd, ja. En uw vrouw is ook hier in Nederland? Ja. Hoe heet zij? Fatima. Ahmed en Fatima. Nou, tropisch kan het bijna niet klinken. Ja. Goed, ik wens u een hele fijne dag en veel plezier in de moskee. Dank u wel. En de groeten aan uw vrouw. Wil u ook nog de groeten doen aan iemand? Ik zal het doen voor iedereen. Groeten aan iedereen. Ja. Oké, dank u wel voor het gesprek. Dank. Goeie reis verder. Ja, dank u.